Als u iets over Freud leest, dan voordat u 30 bladzijden gevorderd bent, leest u dat hij nogal zenuwachtig was als hij met zijn chef moest gaan praten. En wat deed hij daaraan? Hij nam een snuifje. He, cocaïne. Wat hij natuurlijk als arts kon hij daar makkelijk bij. Je leest ook vaak dat bijvoorbeeld ziekenhuisfarmaceuten die vrije toegang hebben tot pure heroïne, dat die kunnen een heel leven, kunnen die met zo'n habit leven. Het is pas problematisch als het vervuild is, als je het op straat moet kopen, dat begint. Het verlossen, kunt u mij horen? Hi, ik ben Daan, ik kom uit Utrecht. En ik heb niet echt een vraag, maar meer een excuses. Ik werk 1 keer per week bij DHL. En nou ja, zoals je weet, komt hij wel eens hard voorbij scheuren. En bij deze wil ik mijn oprechte excuses namens het hele depot aanbieden, want wij rijden in jullie wijk. En als we Tom Jan Meus zien lopen, dan zullen we extra op de rem trappen, want dan weten we ook dat uw podcast wordt opgenomen. Dus bij deze excuses. Oh, oké. Ja, dat u zo hard... Is dat elektrische wagentje wat u bestuurt? Dat is uw wagentje. Oké. Het beste kunt u bij Tom Jan Meus even stoppen. En dan het raam naar beneden doen. En dan schrijven een geweldige columns, Tom. Want hij is echt, nu we het toch over die kwaliteitskrant hadden. Hij is een uniek bezit van de NRC, zonder meer. Het zijn fantastische stukken. Hij is echt de beste parlementaire journalist die we hebben. In alle opzichten. Sowieso geldt ook voor alle kwaliteitskranten. U moet even kijken wat de beste columnisten zijn en die moet u gewoon elke dag even lezen. Niet dat Tom Jan Meus er elke dag in staat, maar je hebt natuurlijk mevrouw de Gruyter, die schrijft over de EU. Dat is ook een fantastische column. Ik lees natuurlijk altijd Bas van Putten over de auto's. Lees u dat wel eens? En juist u als fanatieke chauffeur zou dat moeten lezen. Leest iemand Bas van Putten wel eens of in deze zaal? Eigenlijk helemaal niet. Ja? Altijd. Goed zo. Waar zit u? Ja, oké. Ja, er zijn maar heel weinig. U weet dat de autojournalistiek, dat is een moeras van ellende. Hè? Lekkere vette banden, lekker scheuren. Daar hoort een hele verbale wereld hoort daarbij die niet deugt. En hij schrijft echt stukken dat je denkt, hij heeft wel eens een boek gelezen volgens mij. He, dat gevoel, nou, een heleboel boeken heeft hij gelezen. Ja. Dus Bas van Putten lees ik ook altijd. En dan natuurlijk, hoe heet het, die economie. Nou, kortom, u moet even zoeken naar, vaak zijn die columnisten, die zetten u aan het denken. Die reguliere stukken, ook de kwaliteitskrant heeft tegenwoordig zogenaamde long reads, weet u dat? Nou, dat heb ik een heel eenvoudige. Lees de eerste alinea en lees de laatste alinea. Dan bent u fijn redelijk op de hoogte van wat ertussen staat. Volgens mij is dat een verkeerde strategie. Hè? De krant kan beter. De krant, want dat is een van de gekste dingen natuurlijk van de televisie, dat er geen vaste opinieerders zijn. Hè? U krijgt het journaal te horen, waarbij de suggestie wordt gewekt, voorkomen ten onrechte, dat een soort objectief verslag is van recente gebeurtenissen. Maar er is niet iemand die, laten we zeggen, voor de duiding zorgt. Waarom dat niet zo is, want in elke krant heb je een hoofdredactioneel commentaar, je hebt allerlei columnisten en zo. Ik vind dat vaak het interessantste, omdat de grote lijnen van het dagnieuws, die heeft u toch al lang op de televisie gezien of anderszins heeft u die doorgekregen. Dus het is om u aan het denken te zetten, is veel nuttiger in feite dan de long reads, die altijd gaan over mensen die de boot gemist hebben, door en door tragische ziektes hebben, waarmee ze reeds jaren worstelen, maar waarbij je altijd denkt, ik kan daar ook niks aan doen. Ja, daar wil ik u wel voor waarschuwen, dat u niet zodanig gevangen raakt in het nieuws, Dat u langzaam, stap voor stap, het wereldleed op uw schouders gaat torsen. Hè? Dat u denkt, wat een tijd. Hè? Waar moet dat heen? Hè? Ik bedoel, gaat de planeet dit wel overleven? Hè? Je hebt ook van die plaatjes, daar zie je de planeet aan de bovenkant, staat er nog een boompje op. En aan de onderkant is die al in de fik gevlogen. Hè?
Dat je denkt, als het nou omgekeerd was, lijkt het me nog redelijk. Maar dit is wel zo gek. Ja, dat ik vind dat dus niet verstandig. Ja, of u moet zeggen, ik laat me graag traumatiseren door de tijd waarin ik leef. Dat lijkt me niet verstandig. Als u zeker weet dat u er zelf niets aan kunt doen, dan moet u zich er niet te veel van aantrekken. Ik weet dat dat moeilijk is, maar toch is dat de beste les. Als u denkt, ik zou er best iets aan kunnen doen, doe dat dan. Maar ja, wat dat dan is, ik weet ook niet hoe je Poetin moet bellen. Geen idee, en u kunt er wel bellen, maar je moet wel vloeiend Russisch spreken en zo. Net zoals je het Witte Huis ook niet kunt bellen. Daar maak ik ook zo'n optimistische, rustige indruk. Ik weet dat ik het wereldleed niet op mijn schouders kan tillen. Rutte ook niet hoor. Als u denkt, waar haalt die man dat optimisme vandaan? Waarom is het zo'n ontzettende licht? Nee, had ik niet. Ik wou natuurlijk zeggen lichtgewicht. Ja, je hebt van die mensen die je denkt, als ze die geen verzwaard schoeisel aan hebben, dan zouden ze langzaam. Net als die bezielde monnik in Tibet in Kuifje, zouden ze langzaam van de grond losraken. Leest iemand wel eens Kuifje? Oh, dat valt me nog mee. Het is soms geweldig, hè? Kuifje in Tibet, dat is echt grote literatuur. We hebben een andere vraag. Even naar de andere kant gegaan. Nee, linkerkant en dan omhoog. Ja, hier, kijk. Wie ben jij? Hey Maarten, goedenavond. Ik ben Jip uit Tilburg. En mijn vraag heeft te maken met geschiedenis. Dus ben ik bij het juiste adres. In de geschiedenisboeken, zeker eigenlijk voor de 21ste eeuw, merk je dat decennia tot een handjevol evenementen worden teruggebracht. In ieder geval op school. En nu eigenlijk in de 21ste eeuw, met de moderne technologie, voelt de wereld een stuk kleiner. En eigenlijk zeker de afgelopen paar jaren voelt het alsof we iedere week of iedere maand een nieuw historisch evenement meemaken, of het wil of niet. Dus hoe denkt u dat we de eerste decennia van de 21ste eeuw op zullen terugkijken? Jee, vanaf wanneer? Ik bedoel, ja, is het nog in mijn leven of over 100 jaar? Oh, over wanneer we terugkijken? Ja. Ja, u bent de geschiedenis toch? U geschiedenisexpert. Kun je niet wanneer we kunnen terugkijken? Jawel, maar ik heb een beperkte levensduur. Oké. Als u nu moet terugkijken, vanaf 2000 tot nu. Daar valt wel iets over te zeggen natuurlijk. Want iedereen had haast onvermijdelijk het gevoel dat de nieuwe eeuw, dat die natuurlijk pas begon op 11 september van het jaar 2001. Je hebt dat heel vaak bij eeuwen, dat je denkt, het is net te vroeg begonnen, net te laat geëindigd, altijd gekloopt met die eeuwen. Denkt u aan, er is een hele discussie in historische kring, de lange 19e eeuw. Dus die begint met de Franse Revolutie en die duurt tot de start van de Eerste Wereldoorlog. Dus dan zit je al 11 plus, zit je al gauw met 125 jaar, 25 jaar extra. En dan heb je de korte 20e eeuw, die is van 1914 tot 1989. En als je eigenlijk kijkt naar de eerste twee decennia van deze eeuw, dan zie je dat in allerlei opzichten de trends die bepalend zijn nu, dat die eigenlijk in de jaren 70 beginnen. In de jaren 70 is voor het eerst dat je het gevoel krijgt, na de oorlog is voorbij. Heel lang hadden wij, alles was na de oorlog zus en na de oorlog zo. Het bepalende ideologie was dat het na de oorlog was. Maar dat hebben we niet meer in allerlei opzichten. Maar nu, uw vraag. Wij dachten natuurlijk dat 9-11 en het bekende fascistoïde islamisme enzovoort, dat volledig bepalend zou zijn, die clash of civilizations, voor de hele rest van de eeuw. Lees de kranten en de tijdschriften en alles er maar op na. En in allerlei opzichten is dat eigenlijk niet erg juist gebleken. Die jihadisten zijn klungels eerste klas. Ik heb vaak genoeg tegen de familie, ze mogen maar blij zijn dat ik geen jihadist ben, want ik had wereldwijde rampen kunnen veroorzaken. Ik ga u nou niet tippen hoe je dat doen moet, maar echt die terroristen, dat ook een totaal gebrek aan originaliteit. Altijd stomme gekloot met die vliegtuigen, terwijl je wat je verder kunt aanrichten is fantastisch werkelijk.
Ik kan niet onder het gouden viaduct, aquaduct doorrijden. Of ik denk van, nou, dan zou ik wel eens wat Semtex aan willen besteden. Hè? Gewoon eens kijken wat nou de gevolgen zijn van zo'n aardigheidje. Hè? Of dat je gewoon eens zo'n mast heeft. Ja, ik moet u natuurlijk niet tippen. Er zit misschien wel een verspieder bij van de AIVD. Maar als u ooit over Oude Rijn bent gereden met de auto, en wie heeft dat niet gedaan, dan weet u dat in het zuidwestelijke kwadrant, om het maar even zo te noemen, staat een transformatorpark. Moet u maar eens opletten. Je kunt er ook vrij dichtbij komen. Er staat een hekje erbij, zo hoog ongeveer, met zo'n bordje, met zo'n bliksem erop. Dat je denkt, oeh, een bliksem erop. In dat transformatorpark worden de twee grote krachtstroomleidingen, namelijk oost-west en noord-zuid, die worden daar aan elkaar gekoppeld of door elkaar gehusteld. Dat weet ik nou niet precies. Ik ben geen deskundige. Hoe vaak ik daar niet gestaan heb en gedacht, wat ik hier zou kunnen doen. Hè? Ik trek me niks aan van dat hekje. Ik blaas dat transformatorstation op. Dan zou je toch als jihadist, sta je daar toch bij de watertanden. Hè? Je denkt van, dit is toch, joh, voordat we dat weer, weet u nog dat die helikopter in de Alblasserwaard tegen zo'n paal aan was gevlogen van het sterkstroomnet. Dat heeft weken geduurd voordat het gemaakt was. Herinnert u zich dat nog? Ja, wist u dat ze daar ook daarna, 9 maanden later, krijg je dan zo'n geboortepiek. Ja, zodra de elektriciteit uitvalt, krijg je een geboortepiek. U mag helemaal zelf beredeneren hoe dat zou kunnen komen. Daar kan ik u niets over vertellen verder. Maar goed, nu. Maar uiteindelijk is dat zogenaamde islamofascisme, dat is in feite een nogal marginaal verschijnsel gebleken te zijn. Want vervolgens gebeurt er iets wat u waarschijnlijk, ik weet niet, misschien heeft u dat gewoon gedacht, ja, dat zijn we die dingetjes, het hoort erbij. De kredietcrisis. Hè? Waaruit bleek in feite dat het internationale bankaire systeem volledig verziekt was door fantastische constructies die volledig losgezongen waren van de financieel-economische werkelijkheid. Dat is redelijk opgevangen, maar we hebben nog jaren en jaren aan die zuinigheidsmanie geleden, waarvan de toenmalige staatsleiders dachten dat ze daarmee die crisis zouden moeten bestrijden. Nou ja, verder is natuurlijk Amerika zelf in feite een destabilisator van de hele toestand geweest. Want in feite is het jihadisme, het effect daarvan is enorm versterkt door de ronduit achterlijke manier waarop de Verenigde Staten daarop hebben gereageerd. En wie had nou kunnen denken dat Rusland in feite een tweederangs natie, niet waar, op dit moment is de zaken zo ingrijpend zou destabiliseren met grote risico's die daaraan verbonden zijn. Dat is niet iets wat voorspeld is, althans niet door mij. Dus ja, het beste wat u kunt doen is dat u teruggaat en dat u een eeuw teruggaat naar 1922. Ik kan u garanderen dat ze in 1922 niet de flauwste sjoegen hadden van wat ze in de nieuwe eeuw te wachten stond. Hè, die had dus nog 78 jaar te gaan. Nog op technologisch gebied, nog op geopolitiek gebied. Geen idee hadden ze. 0,0. En zover zijn wij nu ook. We hebben nog 78 jaar te gaan. Ja, ik niet, maar ik weet niet. U heeft in ieder geval wat meer tijd dan ik, schat ik. Ja, ik zou zeggen, heeft u nooit dat je denkt, zeker als je wat ouder bent, ik ben wel nieuwsgierig. Want dat je leest steeds in de krant, Nederland moet in 2030, hoor het ook alweer, van het gas af. Nou, gelooft u het, ik niet, maar ik ben wel benieuwd hoe het gaat lopen. En al die voorspellingen over 2050. Dat je denkt, ik zou daar wat dolgraag bij willen zijn. Niet waar, meneer Rutte, die er dan nog gewoon zit. Kom melden dat we net te laat zijn en dat Hugo de Jonge de boel in de war gestuurd heeft enzovoort enzovoort. Maar ja, ik ben in 2050 ben ik 107, dus ik ga dat niet. Hoewel steeds meer mannen over de 100 raken, heeft u dat wel of gevolgd? Het aantal 100-jarigen neemt heel snel toe. Dat is op zichzelf al
Als je ze ziet, denk je, ik weet niet of dit winst is, maar... maar toch, het is wel interessant dat het mogelijk is in principe. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe we erop terug zullen kijken. Maar nu kunnen we al zeggen dat het islamofascisme, afgezien van een enkele gestoorde geest als Geert Wilders, geen mondiale hoofdrol speelt. Echt niet. Dat er toch heel andere kwesties een rol gaan spelen. Uiteindelijk wordt, we hebben het er dan al even over gehad, nietwaar, is het natuurlijk zijn de verhoudingen tussen de grote spelers op het wereldtoneel, die zijn bepalend voor welke kant het op gaat. En nogmaals, Rusland is geen grote speler. In die zin denk ik, hoop ik, dat dit toch in allerlei opzichten een ontsporing op een zijspoor is. Laatste rondje met vragen. We beginnen eventjes hier. Mannen die aan het bier zitten, Maarten, daarvan heb je gezegd dat wil je nooit eigenlijk. Maar ze gedragen zich tot nu toe goed. Nou, dat moet je een andere keer maar vertellen. Maar welke vraag heb jij? Goedenavond, Thijs Roosma uit Groningen. Uit Groningen? Moet u nog terug? Morgen moet ik terug. Oh, gelukkig. Ja, omdat de NS kun je ook niet opbouwen, hè? Jongen, wat vond hij daar nou van? Dat we dat in Nederland ook zo min of meer geruisloos accepteren, dat dit onbeschrijfelijke kutbedrijf een hele dag stilgestaan heeft. Wat vindt u daar nou van? He? En dan ook op zo'n toon van, ja, dat kan gebeuren. Hè? Kan gebeuren. Het is ook in het buitenland heel normaal dat de treinen gewoon eens een dag stilstaan. Het is ook voor de trein ook beter om even uit te rusten natuurlijk. Ik vind dat daar dan geen kamer vragen, dat ze die klote directie er niet uitgooien, dat ze niet eindelijk ophouden met die rare splitsing van ProRail en het personenvervoer. Iedereen kan je vertellen dat dat rampzalige effecten heeft gehad. En we doen er niks aan. Hè? Weet u waarom dat is? Omdat natuurlijk de kneuzen in Nederland in de trein zitten en de rest niet. Sorry als u met de trein gekomen bent, ook geen probleem. Goed. Ja, sorry dat ik u even een reden viel. Ik had inderdaad ook een vraag. Het lijkt wel alsof u af en toe een hele hoge pet heeft van beta-studies. En dat ik wat? Een hoge pet op heeft van beta-studies. Ja. En een minder hoge pet van alpha-studies. Ja. Nou heeft u zelf scheikunde geprobeerd en ze net ook aangegeven dat geschiedenis eigenlijk vrij makkelijk was om te studeren. Nu heeft u zelf ook 10 jaar gedaan om te promoveren op geschiedenis. 12. 12 jaar. Ik vroeg mij af, stel u moet een andere studie kiezen dan u heeft gedaan, welke zou dat dan zijn? Ja, dat is een leuke vraag. Ik weet niet of ik meerdere levens heb, dat je dood bent, dat je dan na een half uurtje wakker wordt en dat er een deur open gaat en dat je piepjong binnen wandelt. En dat daar een studieadviseur zit. Waarschijnlijk dezelfde druiloor van die er vroeger ook al zat. Want ja, je zit daar voor het eeuwige leven natuurlijk. Toen ik gepensioneerd was, toen zei ik in kleine kring tegen een groepje van kennissen, waarvan er 2 wiskunde hebben gestudeerd, zei ik van nou, ik wil eigenlijk wel, iets zei vroeger, wat ga je nou doen en zo, maar achteraf bleek dat niet zo relevant te zijn. Maar goed, ik zei nou, ik ben van plan om wiskunde te gaan studeren, omdat ik wil bewijzen dat ik dat ook kan. Ze hebben zo hard gelachen, dat het echt pijnlijk werd. En ik denk wel dat ik daar ook inderdaad veel te oud voor was. Ik was er niet verschrikkelijk goed in op school. Zeg maar een zeventjesklant, maar niet veel beter dan dat. Maar ik dacht, als je er echt tijd in steekt, dat zou moeten lukken. Dus, maar goed, die wiskunde wordt het dus niet. Ik doe een pretstudie en dan doe ik toch, ik denk eerst kunstgeschiedenis, al was het maar om mijn zuster op briljante wijze voor de voeten te kunnen lopen. En ik heb ook al gedacht aan biologie, niet die hele moderne biochemische boel, maar beetje lollige veldbiologie, dat lijkt me ook wel leuk. Ik zie wel allerlei mogelijkheden, moet ik zeggen. Ik vind toch veel van de alfa-vakken,
Ook een beetje met die geschiedenis. Ik zei nog, maar u had niet goed geluisterd, denk ik. Geschiedenis, daar is niks tegen, maar stop er zelf wat in. Als je alleen dus die zakkige werkgroepjes volgt, als je zegt, nou, 6 min is ook goed, dan is het echt niks. Dan mag u blij zijn als u chef plantsoenendienst een roermond van hoort. Hè. Daar heb je dan net voldoende geestelijke bagage voor opgedaan. Maar, ja. Nou ja, ook Nederlandse studenten zijn zo weinig competitief ingesteld. Hè. Dat is een van de weinige wonderlijke dingen van de Verenigde Staten. Dat je daar zeker aan de bekende universiteit, dat er wel iets van je verwacht wordt. En dat het ook uitbetaalt om het goed te doen. Ik ben trouwens zelf een goed voorbeeld van iemand waarbij het uitbetaalt. Waarom zit ik hier? Omdat ik althans bij die geschiedenisstudie steeds hartstikke mooie cijfers haalde. Al ben ik bereid om toe te geven. In het land der blinden is één nog koning. Hè? Ja, het is niet anders. Als je echt uit een beetje, als je er echt wat in steekt, dan heeft dat ook daadwerkelijk resultaat. En Nederlandse studenten die hebben toch wel een hele ongelukkige neiging om de kantjes eraf te lopen. Ik zal een voorbeeld geven uit de familiekring. Dat kan ik wel doen, maar ik kan ze natuurlijk doorvertellen aan mijn dochter. Dat is ook weer niet zo groot natuurlijk. Dat mijn dochter heeft politicologie in Amsterdam gedaan. Sowieso al een studie waarvan je denkt, ja, daar had ik geen hoge pet van op, kan ik u wel vertellen. Mijn zoon heeft 2 jaar een hbo-opleiding gedaan in, hoe was het ook alweer, economie en recht, geloof ik. Nou, het woord dunk zou ik hier zelfs niet willen gebruiken in dit verband. Gewoon een prutstudie, zeg. Jongen. Nou, ik wil niemand kwetsen. Wie weet, heeft u het te ver meegebracht? Ik heb geen flauw idee. Anyway, dat mag ik niet meer zeggen van mijn zuster. Trouwens, mijn dochter kwam thuis en ik wist dat ze tentamen had gedaan. Ik zei, wat had je ervoor? Een 6, zei ze. Ja, een 6? Een Van Rossum met een 6 bij politicologie, dat is echt, dat kunnen we niet op de conduitstaat schrijven. Hè? Weet je wat ze zei? Ja, hartstikke goed cijfer, ik had maar de helft van de boeken gelezen. Ja, nu heeft ze spijt. Heel veel studenten die ik 20 jaar later spreek, dat is een van de eerste dingen die zeggen, had ik maar meer aan mijn studie gedaan. En dat zijn natuurlijk allemaal geschiedenisstudenten, dat begrijp je. Had ik er maar meer aan gedaan. En ik heb toch het gevoel, wat ik daarvan gezien heb, dat er in die beta-studies meer van je verwacht wordt. Te meer omdat je daar toch wel een soort talent nodig hebt. Namelijk als er wat beetje wiskunde bij te pas komt om de zaak op de rails te houden. Dat is mijn indruk. Ik kan u verzekeren dat, ik heb net nog aan Tom verteld, ik vond het gymnasium beta moeilijker dan de geschiedenisstudie. 2 keer zo moeilijk als de geschiedenisstudie. Als je dat gedaan had, dan wist je zeker, want dat was mijn gevoel. Na 3 maanden dacht ik zo, hè, dat is nog eens wat anders dan Grieks vertalen. Hè. Je stelt gewoon geen zaak voor, je leest een boek over Napoleon en dan vertel je na wat erin staat. Hè. Als ik ergens goed in ben, is het navertellen. Hè. Ja, je moet het ergens vandaan hebben. Dus zo, ja, ik vond de studie, zeker tot de doctoraal fase, heel weinig uitdagend. Eigenlijk zou dat beter kunnen. Ik weet niet hoe het nu is natuurlijk, omdat ik heb gestudeerd tussen 62 en 70. Dus dat vergat ik nog even voor die meneer. Hè. Ik heb 12 jaar over mijn proefschrift gedaan en 8 jaar over de studie. Dus ik heb samen 20 jaar heb ik keihard gewerkt. Oké, laatste vraag. Laatste vraag, hierboven. Ga je gang. Goedenavond Maarten, ik ben Joël uit Leiden. Hier. Ah, ja, u komt steeds hier vandaan. Ja. Ik vroeg me af, hoe kijkt u naar het huidige Nederlandse drugsbeleid? Vindt u dat het liberaler of juist conservatiever moet zijn? En spelen we door het streng verbieden van drugs niet mensen als Ridwan Taghi in de hand? Ja, wat een vraag. Ik heb natuurlijk lang gedacht in mijn leven, dat hele drugsbeleid, dat is natuurlijk de grootst mogelijke flauwekul. Om de eenvoudige reden dat sommige drugs die mogen vrijelijk gebruikt worden. Een groot deel van deze zaal gaat straks naar beneden of naar huis. En u zou zich nog lam
bij het terugdenken aan deze heerlijke show. Ja, alcohol mag en u mag zich doodroken, dat mag ook. Er staat weliswaar tegenwoordig hele enge plaatjes op die pakjes en zo, maar toch. Het zijn allemaal in feite zijn het verdovende middelen of een soort van verdovende middelen. Dus ik heb altijd gedacht, je moet dat voorkomen vrijlaten. Het is niet aan de overheid om te bepalen of ik wel of niet cocaïne wil snuiven. Wat is er tegen? Niet dat ik het ooit gedaan heb bovens, maar wat, ja, ik vond alcohol altijd al ruim voldoende mogelijkheden bieden, moet ik u zeggen. Dus je bent al heel gauw gezegd om geneigd om te zeggen, op zuiver rationele gronden, laat het vrij. Want wat we vaak vergeten, het was vrij. Als u iets over Freud leest, dan voordat u 30 bladzijden gevorderd bent, leest u dat hij nogal zenuwachtig was als hij met zijn chef moest gaan praten. En wat deed hij daaraan? Hij nam die een snuifje. Cocaïne. Wat hij natuurlijk als arts, kon hij daar makkelijk bij. Je leest ook vaak dat bijvoorbeeld ziekenhuisfarmaceuten die vrije toegang hebben tot pure heroïne, dat die kunnen een heel leven kunnen die met zo'n habit leven. Het is pas problematisch als het vervuild is, als je het op straat moet kopen, dat begint. Maar dan besef je ook dat als we het volkomen vrij laten, zou dat ook weer niet ertoe leiden dat nog veel meer verslaafden, maar nu met van allerlei verschillende middelen de maatschappelijke problemen nog verergeren die we nu al met alcohol hebben. Want dat is ook zo gek. We doen altijd net dat alcohol heel normaal. Er zijn in Nederland 800.000 mensen aan alcohol verslaafd. Ik weet niet, werkt u al of niet? Studeert u nog? Wat? U studeert nog? Ja, nou ja, de helft is daar al aan alcohol verslaafd natuurlijk. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik ben koorlid geweest. Nou, dat was geen goed voorbeeld voor de jongelui, kan ik wel zeggen. In allerlei opzichten. Maar ik heb in een instituut gewerkt, zal geen namen noemen. In een afdeling van 10 mensen die aan de wetenschap deden. En 2 daarvan waren alcoholist. Dat je, als je zo in de gang tegenkomt, dat je al dacht, joe, hè? Dat is typisch geen badschuim. Dus dit is een immens ingewikkeld probleem. Omdat verdovende middelen iets met cultuur van doen hebben. Bovendien kunnen we helemaal geen nationaal beleid voeren. Dat is gewoon flauwekul. Als je al iets zou willen doen, dan zul je dat pan-Europees moeten doen. Nou, daar bestaan hele wisselende opvattingen over wat je wel of niet met drugs kan doen. Dus gek genoeg zou ik nu bepleiten om de bestaande situatie, hoe gek het ook klinkt, te laten zoals die is. Ik zal u één praktisch. Hoe is het met die tijd? Was die tijd al op of ja, niet? Ja, nee, volgens mij hebben we nog tijd. Het is 9:55. Dus volgens mij mochten we tot 9:45 mochten we doorgaan. Nee, omdat jij zo dreigend zei, het was de laatste vraag. Nee, maar ja, hoe lang jij het antwoord geeft is natuurlijk. Dat ligt aan mijn antwoord. Ja. Oh, nou, dat is. dat schept vrijheid. Ik was, zoals zoveel weldenkende mensen, was ik een groot voorstander van het wettelijk mogelijk maken van prostitutie en euthanasie. Nou, de bekende discussiepunten in Nederland over de afgelopen 30, 40 jaar. Nou, ondertussen is dat dan deels geliberaliseerd natuurlijk, deels. Maar heeft dat nou de problemen opgelost die te maken hebben met euthanasie en met prostitutie? Absoluut niet. Stel voor dat, mijn moeder is nou toevallig dood, maar stel voor dat ze 101 jaar oud zou zijn. En ze zou vanavond tegen mij zeggen, ja, je bent altijd weg. En het is maar beter dat ik er nou toch een eind aan maak en zo. Kun je me niet helpen? En ik zeg, nou prima, dat kunnen we regelen. We nemen nog een stukje Deventerkoek, een kop koffie en dan maken we er een punt, zetten we er een punt achter. En dan staat de officier van justitie, die staat volgende week maandag, staat hij bij mij op de stoep. U heeft die zaak misschien gevolgd of misschien niet. Dan denk ik bij mezelf, kijk, in Amerika is dat niet zo. Als u denkt dat daar niet geëuthanaseerd wordt, in elk ziekenhuis ter wereld wordt op grote schaal geëuthanaseerd. Ik kan het u verzekeren. Alleen in een schemerwereld. Er zijn allerlei dingen waarvan het maar zeer de vraag is of je ze verbetert door ze ingewikkeld op juridische manier in te kaderen. Daar ben ik dus niet zo. Is het in de prostitutie, is het tegenwoordig zo dat het een heel normaal beroep is geworden, waar je gewoon belasting betaalt en waar je jarenlang mee kunt en
wat je ook rustig tegen je kennissen kan zeggen. God, van hoe zit het nou? Nou, het loopt wel lekker en zo. Niets aan de hand. Niets aan de hand daar om met Reven te spreken. Dus ik ben veel onzekerder geworden over de vraag hoe je dit soort van maatschappelijke vraagstukken op zou moeten lossen. Maar feit is natuurlijk dat tot, laten we zeggen, de dominantie van burgerlijke waarden en normen een belangrijke rol ging spelen. En de, zeg maar, de traditionele elites deels van het toneel verdwenen. Dus dan zitten we ergens tussen 1880 en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Was het, je kon slikken en spuiten en doen wat je wilde. Het kon niemand ene zaak schelen wat je deed. Denk aan al die lui die in de 19e eeuw aan de opium verslaafd waren. Hè? Lees Kuifje van de Blauwe Lotus. Ja, ik bedoel, je kunt altijd met de wereldgeschiedenis beginnen via Kuifje. Hè? Bij wijze van spreken. En Bobby natuurlijk, die ook vaak een historische rol van betekenis speelt. Hè? Moet je maar eens opletten. Ook Bobby heeft alle zondes die Kuifje niet heeft. Bobby is bijvoorbeeld alcohol verslaafd op een ingrijpende. Ja, ik zie wel dat u dat helemaal niet leest. U vindt het waarschijnlijk maar niks. Hè? Moderne strips, die vind ik weer niks. Strips moeten tip-top getekend zijn. Dat moet echt kwaliteit hebben in plaats van die lollig, slordig getekende scripts. Dat moet ook meteen verboden worden, wat mij betreft. Ik kan uw vraag eigenlijk niet beantwoorden, omdat ik zelf in de loop der tijden in ernstige twijfel verstrikt ben geraakt. Dat is het eigenlijk. Maar als u wil snuiven, van mij mag het. Ik denk dat we rond zijn voor vanavond. We zijn rond. Ja, hoe vond je het? Vond je het leuk? Ja, ik vind het altijd leuk, maar je hebt me ook relatief weinig onderbroken, dus ik vind het goed, toch? Ja, het gaat. Ik heb vorige keer nog gevraagd of u het de moeite van het besteden geld waard vond. Iets minder wild applaus, maar goed. Ja, de vraag is wat je zou doen als ze niet zouden applaudisseren. Ja, dat of boe zouden roepen. Ja. Nou ja, dat is het aardige van aan publiek optreden. Stel voor dat je gaat hiermee door. En op een goede avond loop je hier binnen uit. Je staat daar te wachten in dat achterlijke blauwe licht. Dat zie je, begrijp ik ook nooit. Van, waar komt toch dat blauwe licht vandaan? He? Valt u dat ook niet op in tv-series? Het is altijd blauw licht. Ze schieten elkaar altijd voor een raap in blauw licht. Wat dat, nou, ik begrijp daar niets van. Ik heb enorm hekel aan blauw licht, eerlijk gezegd. En je komt hier binnenlopen en er zitten nog 16 mensen op de eerste rij. Dan denk je, nou ja, het is niet wel een nuttig signaal, toch? Zeker weten. Dank u wel, allen, voor uw komst vanavond naar Utrecht. Dank aan iedereen van Tivoli Vredenburg voor het organiseren. Maarten, dank je wel. Maarten gaat ook heel graag op de foto, nog na afloop. Is hij nog een uur mee bezig, volgens mij. Dus, waarmee? Met op de foto gaan. Dat vind je zo leuk. Ja, dat ben ik. Ik ben bereid om met u op de foto te gaan. Beste is grote groepen of dat u ziet. Ja, je kunt het je misschien nauwelijks voorstellen, maar er zijn nog altijd mensen die podcasts niet kennen. En wij vinden het leuk om zoveel mogelijk mensen met podcast bekend te maken. Met name ook natuurlijk met deze podcast. En jij kunt ons daarbij helpen door nu te gaan naar de Apple pagina van deze podcast op je smartphone. Dan klik je op het plusje en dan krijg je in ieder geval automatisch een seintje als er een nieuwe podcast is. Maar verschijnt deze podcast ook in de lijstjes van mensen die nog niet zoveel podcast luisteren. Op Spotify werkt het ook door naar de podcastpagina te gaan en daarop volgen te klikken en op het belletje te klikken. Dankjewel alvast voor de moeite. Ja, ik vind het altijd leuk. De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.